De nachtzoen. Deze predikant is in een levensfase beland van grote vragen. Is dit wat ik altijd wilde? Waar droom ik nog van? In het maanlicht durft ze een boekje open te doen. Een nachtzoen van Kim Manier. Wat vind jij mooi aan de nacht? Ik vind een heleboel dingen mooi aan de nacht. Maar ik hou vooral heel erg van de nacht, omdat het een soort iets van het niemandsland heeft. Dat er daar dingen gebeuren die overdag niet gebeuren. Ja, weet je, als ik een vergadering heb gehad of als ik in de kroeg heb gezeten en ik loop 's nachts naar huis, dan heb ik het gevoel dat alles nog weer mogelijk is. Of dat er... Oh ja? Ja. Wat ik heel fijn vind van een kroegavond. Want met wie ben je daar dan bijvoorbeeld? Nou, dan ben ik daar met vrienden. Maar ik vind het ook wel leuk om... Soms raak je daar in gesprek met iemand die je niet kent. En dat kan ook een soort openheid bij allebei teweeg brengen. Dat je een gesprek hebt. Je hebt elkaar nooit gezien. Je ziet elkaar misschien wel nooit meer. Wat ook jezelf de mogelijkheid geeft om buiten al je verwachtingspatronen van anderen en jezelf te ontdekken waar het echt om gaat. Maar ook met vrienden in de kroeg, vind ik. Weet je, als je aan een lunch zit, heb je gesprek en dan ben ik ook open, dan ben ik ook mezelf. Maar als je al een hele avond hebt doorgepraat met mensen en ook met mensen die je lang kent, dat er dan dat moment komt dat je zegt, oh ja, weet je. Wat ik de hele dag al niet durfde te zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld, of wat ik eigenlijk nog eens in mijn leven zou willen, of weet je nog, die ene man van 20 jaar geleden, denk je, nou ja, weet je, dat soort gedachten die je dan ook brengen op wat wil ik nou eigenlijk nog in mijn leven. En overdag ben je heel druk bezig met alle dingen die geregeld moeten worden en die gaan zoals ze altijd gaan. En 's nachts of op een avond in de kroeg, als het heel laat wordt, dan is er ruimte voor die andere kant. Want je zegt, ik hoorde je ook de vraag stellen, wat wil ik nou nog met mijn leven? Ja, ik denk wel eens, ik ben nu 45, ik heb echt een... ik heb een superleuk leven. Ik heb een leuke baan. Ik heb het thuis naar mijn zin. Ik heb leuke vrienden. Maar ik denk ook wel eens, is dit het nou? Van de week dacht ik, ik lag in bed. Ook zo'n moment in de nacht. Toen ik 20 was, dacht ik, ik ga nooit dat leven doen waarin alles zo... ik denk dat veel mensen dat hebben, precies zo geregeld is. Of waar... het eenmaal zo gaat als het altijd gaat, of waarin je het doet zoals iedereen het doet. Wat stond je daarvan tegen dan? Weet je dat nog? Dat het ergens onvrij voelt, of je toch beperkt, of dat je in het keurslijf van de maatschappij zo stapte. Ik ben opgegroeid in de jaren 70 wijk. Ik dacht, dat ga ik later nooit doen. Zo waar iedereen de huisjes heeft en iedereen om 6 uur eet en dat. En leid je nu dat leven? Nou ja, van de week ik werd dus wakker en ik dacht, oh, nu zit ik in zo'n huis of in een leven waarin ik elke dinsdagochtend de container aan de straat moet gaan zetten. En dat doe ik dan. Ik had laatst een gesprek met mensen, ook 's avonds. En die jongen zei tegen me, nou weet je, ik ben heel gelukkig met de kinderen die ik heb. Maar als ik nadenk over mijn ideale zondagochtend of zaterdagochtend na een lange nacht, dan komen ze nooit in het plaatje voor. En dat herkende ik wel, want ik ben heel gelukkig met mijn gezin. Maar eigenlijk verlang ik ook naar de vrijheid waarin alles nog open ligt. En dat kan me 's nachts overvallen. En als ik dan alleen in bed lig, kan me dat benauwen. Die zin van Elschot, de weemoedigheid die 's avonds komt. Wanneer het donker is, wanneer je gaat slapen, dan kan het benauwen. En op avonden in de kroeg of nachten doorhalen in de kroeg kan het ook energie geven. Of als ik zo naar huis loop na zo'n kroegavond of na een vergadering. Ja, tuurlijk kan het nog. Ik ben 45, het kan nog. Als ik 65 ben, kan het ook nog. Ik kom aan mijn werk mensen tegen van 70 die opeens weer super verliefd zijn op een nieuw iemand. Of dat voorbeeld, volgens mij die vrouw in Japan die dan op haar 90ste haar eerste dichtbundel publiceerde. Ja, dat vind ik fantastisch. En je hebt ook een gedichtje meegenomen. Wil je dat voorlezen? Carte Blanche heet dat. Als je alleen ligt 's nachts, naast een wakker geschrokken angst voor het aanstondse ogenblik waar geen leven meer mogelijk is, of het moest zijn voor het echoloze, het uitgeholde waarom en waar, schrijf een cheque uit op huid en haar,
Schrijf een check uit op vlees en bloed, op adem en aandacht. Alles zal worden verzilverd in de klinkende munt van de liefde. Want hemelsbreed zijn wij maar een ademtocht van elkaar. Wauw. En dat is wat ik mezelf en mensen wel heel erg gun. Dat besef hoe dicht wij eigenlijk bij elkaar staan. En dat carte blanche van alles is nog mogelijk als je elkaar vasthoudt. Of als je je eigen weg durft te gaan. Ja, vind ik supermooi.